Ja, inderdaad. Wedstrijd hier op de Wildzang vanmiddag na de verlenging. Met 2-4 verloren gegaan. Dat betekent degradatie voor Nunspeet naar de tweede klasse. En voor wat betreft de tegenstander Victoria, dat mag het volgende week in de finale gaan proberen. En volgens mij heb ik inmiddels gehoord dat dat tegen Jong Holland zal zijn. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Werner, zo dichtbij en uiteindelijk met lege handen. Ja, dat is doodzonde. De laatste week hebben we denk ik als team hele goede stappen gemaakt. En nou, twee nederlagen in het begin. Hè, dan zei je van nou, we gaan hopelijk 4 finales spelen. Nou ja, uiteindelijk hebben we er 3 gespeeld. 2 gewonnen, 1 verloren. En ja, het beroerde is dat die finales steeds belangrijker worden. En ja, ik kan sowieso slecht tegen mijn verlies, maar deze is wel heel erg pijnlijk. Deze is heel zuur, hè? Maar vorige week, ja, in de 88ste minuut uiteindelijk een hele zware pot. Daar hebben we ook over gesproken met elkaar. Heeft dat van de week nog nadelen opgeleverd met het trainen en de voorbereiding op deze wedstrijd? Ja, je ziet de laatste week, kijk jongens, die lopen op hun laatste benen in zo'n seizoen. En ja, kijk, het hele jaar is er al wel een beetje gesproken over dat er veel blessure gevallen waren of veel jongens afwezig. Ja, ik vind dat je daar niet altijd achter kan verschuilen en mag verschuilen. Maar wat natuurlijk wel waar is, dat je het met een kleinere groep moet doen. En ja, dan wordt er wel, als er in wedstrijden dan wat meer gevraagd wordt van jongens individueel, dan moet je ze wel ook weer een bepaalde rust geven of ontzien binnen trainingen. En, dus we hebben niet op 100% kunnen trainen. Maar goed, trainen is een breed begrip, dus je kan die groep nog steeds heel goed voorbereiden. En, ik denk dat we er met z'n allen, volledige staf, maar ook spelers, gewoon de afgelopen weken wel echt alles aan gedaan hebben om ons steeds maximaal voor te bereiden. Ja, dan is het wel heel zuur dat het dan uiteindelijk net niet lukt. Ja, je wist van Victoria, ze hadden 4-0 gewonnen van CSW. Vorige week heel verrassend van Valleivogels. Op voorhand een lastige tegenstander. Ja, klopt. Vorige week... ja, er zijn gelukkig nog steeds analisten voor een club als Nunspeet die dan bij tegenstanders gaan kijken en met hele nuttige informatie komen. Dat was vorige week ook het geval. Ja, die analyse die was kloppend en ja, hebben we vandaag ook dingen van teruggezien. En ja, daar probeer je dan een plan op te maken, hè, wat er met onze eigen mannen mogelijk is. En zonder ons compleet aan te willen passen. Maar het zijn wel dingen dan waar je op kan voorbereiden. Dus we wisten wel een en ander. We hadden niet zoveel beelden van deze tegenstander als wat we van de vorige tegenstanders wel hadden. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat we ook zonder die informatie gewoon deze wedstrijd zelf naar ons toe hadden kunnen trekken. En we moeten denk ik bij onszelf zoeken dat we een aantal dingen gewoon niet goed genoeg hebben gedaan vandaag. En waar denk je dan met name aan? Welke momenten zijn dat dan? Nou, het zijn algemene dingen. Ik denk dat wij aan de bal willen we graag een hoger tempo spelen. Op het moment dat we dat voor elkaar krijgen, dan spelen we ook echt tegenstanders kapot. En in de eerste helft hebben we dat een aantal keer weer teruggezien. Dan krijgen we wat meer diepte in het spel en dan zijn we gewoon hartstikke dreigend. We hebben daar goede mensen die dat kunnen bespelen. Alleen het kost wel kracht en energie. Maar ja, vandaag is zo'n wedstrijd, dan moet je daar ook wel weer zuinig mee omgaan. En in de rust steek je de koppen bij elkaar. Van, joh, hoe krijg je het voor elkaar om die ruimtes weer voor elkaar te kunnen bespelen? Want eigenlijk net voor de rust was dat stukje al minder. Ja, dan moet je ook af en toe zo'n offerloopje doen, hè, om mensen mee te trekken, zodat je die ruimtes weer ontstaan. En wij konden dat onvoldoende opbrengen in de tweede helft. En daar ben ik wel heel zuur van. Toch zie je in de tweede helft dat er veel meer strijd is, veel meer passie bij Nunspeet, in tegenstelling tot de eerste helft. Ik vond het wat passief af en toe. Met name met dat rondspelen van die bal achterin. Ja, kijk, uiteindelijk is dat rondspelen een middel, hè, om een tegenstander te lokken en om die ruimtes te krijgen. Dus dan zeker in het begin van de wedstrijd, ja, we willen meteen vanaf minuut 1 willen we dat tempo heel hoog hebben. Maar uiteindelijk wordt de wedstrijd, zie je ook vandaag weer, eigenlijk pas in die slotfase wordt dat beslist. Het is vaak belangrijk, zeg maar. Je creëert voorwaarden in de eerste helft om in de tweede helft een stukje af te maken. En in de tweede helft vind ik dat we vergeten zijn om te voetballen. Het wordt wel opportunistisch en dan komt het wat dichter bij elkaar. Er zit er heel veel strijd in. Alleen we zijn vanuit voetballen helemaal niet meer tot kansen gekomen. En dan speel ik hem liever geduldig rond en uiteindelijk op zoek naar ruimtes. Waarbij je in de eerste helft een paar goede mogelijkheden creëert. Dan wat we in de tweede helft met heel veel strijd zien. Wat voor mij de basis is. Maar uiteindelijk tot heel weinig leidt. Ja, 88ste minuut, kom je op voorsprong. Dan denk je eigenlijk van hij zit in de tas, hè?
Ja, ik zal het niet ontkennen. Ja, nee, ja, ik denk iets binnen. En het lukte vorige week. Nou ja, het was toen tegen 9 man nog, zeg maar. En vandaag was de opgave eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, ik kreeg een penalty. Ik denk slimme actie van die jongen van Victoria. Nou ja, terechte penalty denk ik ook. Ja, Sean die stopte natuurlijk in eerste instantie, maar komt van de lijn. De scheidsrechter staat dan in zijn recht. En, ja, op het moment dat hij hem dan binnen schiet, dan, dat is wel even lastig. Ja. Oké, dan is het weer oprapen, want dan zijn de druiven op dat moment natuurlijk al zuur. Omdat je eigenlijk een zekere finale aan je voorbij ziet gaan. En dan komt die verlenging en dan in 5 minuten tijd is het eigenlijk gelopen. Ja, dat klopt. Kijk, voor mij, dat zei ik ook tegen de jongens, weet je, op het moment dat het dan verlengen wordt, ja, het is 2 keer 15 minuten. Zij hadden al flink wat wissels gebruikt, wij hadden daar nog wat jongens achter de hand. Maar ja, zeker toen zij die verlenging al zo snel scoorden, ja, je gaat dan eigenlijk in 5 minuten tijd moet je 2 teleurstellingen verwerken. En als het dan gaat over snel kunnen schakelen als team, ook gewoon in je hoofd, ja, denk ik dat we daar een enorme dip van kregen en even later viel die tweede ook nog. En ja, ik vind het ook wel weer knap, zeg maar, hoe we daar dan in het tweede gedeelte van de verlenging daar dan weer overheen komen. Dat we toch wat met opportunisme weer wat dreigend worden. Maar ja, een gat van 2 doelpunten overbruggen in een helft van de verlenging is wel heel lastig. En dat is niet gelukt. Ja, haast onmogelijk, hè? Ja, dus niks onmogelijk. Alleen wel heel lastig, ja. Ja, heel lastig. Marnix Tissing breng je nog in de laatste 6 minuten. Ja, Marnix is eigenlijk het hele jaar geblesseerd geweest. Kan eigenlijk geen sprint trekken zonder pijn. Als fysio is dat best wel lastig. Dat je dan een jongen met pijn gaat laten spelen. Maar goed, met Marnix overleg over gehad. Hij kan nog wel wat forceren. Nee, hij kan goed koppen natuurlijk. Veel doelpunten daarmee gemaakt in de laatste jaren. Ik ben nu ook nog dreigend. En Marnix achter de bal bij een penalty. Dat is ook grote kans op een goal. Dus daar hadden we het überhaupt al wel over gesproken. Dat was ook de reden dat hij erbij zat. En goed. Ook dat heeft helaas niet mogen baten. Maar ja, als ik het over moest doen, zou ik het zo weer doen. Teleurstelling is duidelijk. Hè. Spelers gingen op de grond zitten, het hoofd voorovergebogen of lang uit liggen. Je hebt ze allemaal bij elkaar geroepen. Wat heb je gezegd tegen de spelers toen jullie hier allemaal bij elkaar stonden? Ja, kijk, die teleurstelling die voelen we allemaal. Kijk, iedere speler, zeg maar, die maakt bijna wel eens mee dat hij een keer degradeert in zijn leven. En natuurlijk altijd verschrikkelijk. Maar de meeste spelers maken ook een promotie mee. En dat stukje heb je zelf in de hand. En als je ziet wat we de laatste weken met elkaar wel hebben bereikt. Ja, je ziet wel weer een team wat voor elkaar aan het vechten is. Wat weer durft te spelen. En ik geloof er gewoon in dat het op de langere termijn echt wel resultaat gaat opleveren. En dat het dan nu niet goed genoeg is, is gigantisch balen. Allereerst voor de club, voor al die mensen die zich hier het strontluisterers werken. Maar ja, voor de staf die echt het hele jaar, ook toen ik er nog niet was, dag in dag uit daarmee bezig was. Lucas ook, die heb ik altijd maximale gedaan. Dus wat dat betreft ook dankbaar voor wat hij daarin voor de club heeft gedaan. Nou ja, natuurlijk ook de spelers. En het is de kunst om ook, als je juist hoog in die emotie zit, daar wel naar te blijven kijken en dat mee te nemen. En volgend jaar dan weer zo snel mogelijk voor promotie gaan spelen. Ja, tweede klasse volgend seizoen. Jouw eerste seizoen als hoofdcoach. Ja, en dan gelijk een degradatie moeten slikken. Het kan je niet volledig aangerekend worden natuurlijk. Daarvoor ben je eigenlijk tekort hier in dienst gekomen als hoofdtrainer. Ja, jij zegt het. Volledig zal het niet zijn. Maar ja, natuurlijk, je voelt je wel verantwoordelijk in ieder geval. En kijk, de laatste weken, zeg maar. Ja, je bent hier zelf bij of je wint of verliest. En dan kan je grote jongen spelen op het moment dat je gewonnen hebt. Maar op het moment dat je verliest, ja, het is een wedstrijd aan zich. Dan moet je hem ook slikken. En gaan we toch wel even kritisch ook naar jezelf kijken. Van een aantal dingen niet goed gedaan. En wat had ik zelf daarin anders kunnen doen? Dus volledige degradatie misschien niet. Maar de nederlaag van vandaag wel. Het is wel tweede klasse volgend seizoen. Ja, dat klopt. En het is even kijken of dat in West gaat gebeuren of in Oost. En dan gaan we ons de komende periode beraden van hoe we weer zo snel mogelijk terug gaan keren. Ja, hoe ziet de afsluiting verder eruit voor de selectie? Ik denk dat wij deze week nog 1 keer gaan trainen. En even in alle rust alles proberen te verwerken samen. En proberen het zo positief mogelijk af te sluiten.
En dan hebben we heel kort rust. En dan gaan we eind juni gaan we alweer met een nieuwe selectie aan de gang. Dus ja, ik zal niet stil blijven zitten. Maar voor de jongens is het eventjes de druk eraf. Ja, komen er nog andere spelers, nieuwe spelers bij na Adi Draganovic? Nee, nou, Adi is er niks bij gekomen. Nee, goed, het zou mooi zijn als er nog een keeper bij kan komen. Dylan Leeuwrink heeft dit jaar de rol van derde keeper op zich genomen. Dus misschien kunnen we met Dylan nog wat voor elkaar krijgen. Hij heeft in het verleden de club al heel vaak geholpen. Dus nou ja, we hopen dat dat nog wat positiefs oplevert. Verder is de selectie denk ik op orde. Een aantal belangrijke krachten die ons verlaten, maar ook echt goede jongens terug. Dus ja, gaan nieuwe plannen maken. Succes in ieder geval voor het volgende seizoen. We blijven je uiteraard volgen. Sterkte om dit in ieder geval te verwerken. Bedankt voor de gesprekken in ieder geval. En dat volgend seizoen gaan we dat zeker voortzetten. Goed zo. Dankjewel Fred. Jij ook bedankt voor alles. Dankjewel. Ja, dat was het vanaf de Wildzang waar Nunspeet vanmiddag de halve finale speelde van de na-competitie. Helaas op eigen veld werd er van Victoria uit Loosdrecht met 2-4.